Baas voor het leven, Bobbejaan Schoepen denkt niet aan aftreden. Ze hebben Bobbejaan niet, ze zijn Bobbejaan. Daar bijvoorbeeld wel in gelukt is, is Bobbejaan Schoepen. Meer dan 40 jaar is Bobbejaanland een begrip in de wereld van de pretparken. Bobbejaan en zijn vrouw José hebben na al die jaren nog altijd de touwtjes van het bedrijf zelf in handen. Bobbejaan is 78, maar hij denkt er nog niet aan om de fakkel door te geven. Jaar na jaar blijven hij en zijn vrouw het park verder uitbouwen volgens hun eigen visie. En die strookt niet altijd met wat hun kinderen voor ogen hebben, wat tot diepgaande zakelijke ruzies leidt. Een situatie die wel vaker voorkomt in een familiebedrijf. De Schoependynastie, een reportage van Lien Wezenbeek. Volgend weekend gaat in Lichtaart Bobbejaanland terug open. Het pretpark pakt dit seizoen uit met 3 nieuwe attracties die zaterdag moeten af zijn. Bobbejaan Schoepen 78 en zijn vrouw José 74 komen de testritten persoonlijk controleren. Dat is vrouw om in gang te zetten. Deze hier? Ja. Oh ja. Je kunt hem eens laten gaan. Er ligt nu allemaal zakjes aan in je ziet. Een paar honderd kilo per bakje. Volgens de toeristische dienst van de provincie Antwerpen was Bobbejaanland ook vorig jaar weer de topattractie van de streek met 1 miljoen bezoekers. De voorbije jaren investeerden de Schoepens miljoenen. Ze kochten in totaal zo'n 50 attracties. Voilà, dat was onze allereerste, hè? In 75. De eerste attractie. De 4 monorails zijn toen ook aangekocht, hè, Bob? Dat 2 kilometer zo. En de anderen zijn allemaal weg, zijn verkocht. Maar je zag liggen, versleten. Als je zag liggen in het begin met die beton, met die mesthoop was dat. Verschrikkelijk. Durf er niet meer aan te denken. Dikst, dat was het ergste van alles, dikst, het begin. Dikst wil er al lopen, niks. Ja. Op oudejaarsavond 1961 gaat Bobbejaanland voor het eerst open. Schoepen is op dat ogenblik een populaire zanger en treedt met José op in de showzaal die ze zelf hebben uitgebouwd. Jij bent voor mij geboren, jij bent mijn steunpilaar. 2 jaar eerder had Schoepen grond gekocht, 30 hectare voor 1,6 miljoen oude Belgische frank. De boeren uit de buurt verklaarden hem voor gek, want de grond was eigenlijk een moeras. Ik heb nog gescheten om 5 uur 's morgens, hè. Gelijk Napoleon in de slag van Waterloo verloren heeft. Hè. Ik zat totaal kapot. Ik zag dat strand. Ik zag het papier allemaal liggen. Ik had nog niet meer veel papier op de kastje. En ik zeg, wat is dat? Een kiki. Wat zijn kiki mee begonnen? Ja, en dacht nog niet, slaapt dat een beetje, dan gaat het weer beter. En zo gaat allemaal voort. En hier staat dan. Staat er dan wat? Dan zijn ze versleten. Ja. Toch wil Schoepen met zijn pretpark inblijven. Voor het nieuwe seizoen heeft hij 10 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe attracties. De meest hippe en de spectaculairste is de Typhoon. Een achtbaan van 672 meter die de ingenieur heel wat koprekens bezorgt. Momenteel is het zeer spannend, want de verantwoordelijkheid is hoog. De bedieningsmensen worden voordien wel opgeleid, maar die eerste ritten die vragen toch een beetje extra aandacht. Dat is zeker nodig. Wie een rit met de Typhoon maakt, weet maar best waar hij aan begint. Een trein trekt de passagiers, liggend op hun rug, loodrecht naar boven. Loodrecht. En dan draai je zeer kort die hoek om. Dus ik denk niet dat deze baan mogelijk zou zijn met een lange trein. Het zijn dus compacte treinen die uit 2 secties bestaan, van telkens 2 rijen van 4 personen. Dus, en ze gaan dus werkelijk het hoekje om en dan komen ze met 97 graden naar beneden om echt dat gevoel te hebben van verticaal naar beneden te vallen. Dus het enige wat je ziet is de grond en daar ga je in een razend tempo dan ook naartoe. En test je dat dan zelf? Nadat alle testritten met dummies zijn uitgevoerd.
zijn we wel bereid de eerste rit te maken, de eerste bemande rit, maar vooraf moet het toch wel voldoende getest zijn. Van alle Belgische pretparken is Bobbejaanlands nog het enige familiebedrijf. De Schoepenklan telt 5 kinderen, 3 zonen en 2 dochters. De oudste zoon is Bob. Van kindsbeen af werden hij, zijn broers en zussen door ma en pa verplicht om mee te werken in het park. Mijn ouders konden niet verdragen dat wij niks deden. Dat wil zeggen dat wij gemobiliseerd werden om de afwas te doen in de keuken. Ik kan me nog herinneren dat mijn broer Zaki nog aan het toiletten stond. En dat hij dan dus ook geld vroeg aan de mensen. Wat dat heel grappig was, was bijvoorbeeld dat iemand niks wilde geven en dat hij zei van, zeg, je weet toch wie ik ben, hè? En wie zit ik dan? Mijn zak is goed. En dan gaven die een frank of 5 frank. Maar wat een ideale plek leek om op te groeien, was voor de kinderen niet altijd zo. Ma en pa werkte keihard. Voor huiselijke warmte was er nauwelijks tijd. Zoon Bob vindt dat ze in hun jeugd veel hebben gemist. Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Ik denk heel veel zelfs. Maar ik neem me nou eens aan die kwalijk, hè. Die weten niet beter. In veel bedrijven zal het er ook zo aan toe gaan. Vooral als dat familiale aspect nog blijft. Dat wil niet zeggen dat Bobbejaanlands zijn familiaal karakter moet verliezen, hè. Het gaat puur om de structuur, hè. Kijk, mijn ouders worden ouder en die hebben nog heel veel goede inzichten. Maar ja, ze willen alles zo een beetje nog alleen doen. En dan, ik heb dan weer zoiets van, ik trek mijn eigen dan volledig terug. Reneke, want je moet even weg als je wilt. 4 jaar geleden zegt Schoepen in het magazine Hart van Vlaanderen dat hij overweegt om het park te verkopen. Zijn tweede zoon, Jacky Schoepen, heeft op dat ogenblik de dagelijkse leiding. Bij mij doet het een beetje pijn, ja, eerlijk gezegd wel. En mijn broer is ook, dat is normaal, hè. We zijn niet geboren, hè, tot slot van rekening. We hebben van alles uitgestoken ook. Eind vorig jaar beslist Jacky voorgoed Bobbejaanland te verlaten. En dit na een diepgaande oneenigheid met zijn ouders over de aanpak van het bedrijf. Jacky wil ons vandaag niet te woord staan, omdat de problemen met zijn ouders nog altijd niet zijn opgelost. Maar als de gedoodverfde opvolger heeft nu ook hij, net als zijn oudste broer Bob, een stap opzij gezet. Was het misschien gelijk als je hun eigen willeke doen zo en dat ik er niet mee akkoord ga? Dat heb je in alle huishoudens. Misschien zo. Zeker omdat ze zo lang bij ons zijn. Dat heb je niet in andere huishoudens. Dus ze zijn laat bij ons. Hè. De andere kinderen zijn misschien getrouwd aan 21 jaar of zo. Bij ons hebben ze, Jacques is bijvoorbeeld tot 36 jaar hier geweest. Hè. 38. Of nog, hij heeft nog zijn slaapkamer. Ik blijf nog slapen hier. En dan heb je toch, hè, meningsverschillen komen dan toch. Hè. Dat is logisch. Hetzelfde als je een zaak hebt en je legt iets voor. Ja, niet iedereen heeft hetzelfde gedacht wat ik heb of hetzelfde dat. Hè. Iedereen mag het zijne zeggen, ja. En als het niet goed is, ja, dan zegt de meerderheid nee. Dat gaat niet. Het is de meerderheid die telt. Hè. De derde en jongste zoon van het gezin Schoepen is Tom. 10 jaar geleden verliet hij Bobbejaanland om in Gent filosofie te studeren. Tom begon inmiddels een eigen uitgeverij. Ik denk dat wij allemaal nogal ondernemende mensen zijn. Dus wij zoeken hoe dan ook engagement op. Daarom dat ik ook, denk ik, niet in Bobbejaanland ben verzeild geraakt. Omdat ik dan bijdraag aan de verwezenlijking van een droom van iemand anders. Terwijl ik mijn eigen droom wil verwezenlijken. En dat ik dat dus buiten het park mijn eigen engagement opgezocht heb. Ook al heeft hij professioneel niets meer met het park te maken, toch heeft Tom veel respect voor wat zijn ouders de voorbije 43 jaar hebben gepresteerd. Wat zij verwezenlijkt hebben en de manier waarop is eigenlijk wel uniek. Ook is dat met heel veel trial and error gegaan. Hè. Daar zijn heel veel moeilijkheden geweest en zo. Ook omdat mijn moeder die is nogal autoritair, maar dat is normaal omdat je dus de zaak in handen wilt houden en dat je dus de controle erover wil houden. En ja, dan krijg je dus de kortste weg om dingen in de hand te houden natuurlijk. Dat zijn zaken die inderdaad zich voorgedaan hebben. Maar dat is part of the game. De fakkel doorgeven aan de jongere generatie is er dus voorlopig niet bij. Bobbejaan blijft samen met José het park runnen en dat zorgt elke dag voor nieuwe problemen. Met enkele buren bijvoorbeeld. Die protesteren tegen de komst van een nieuwe attractie. Die komt te dicht bij hun woning en zorgt voor inkijk en lawaai. Het
eerste dat je doet, dat is die looping in Doha. Ja, dat is het eerste dat je op kijkt. Die karretjes die naar boven naar beneden komen, die zijn naar ons toegericht. Dus iedereen, dat kan niet anders dan dat die ons ook hier zien zitten. En niet alleen de privacy, ook het geroepen, het gegil. Die klanken, dat zijn automatisch dat die ook naar hier gericht zijn. Ja, dus rustige muziekjes beluisteren, zoals ik van klassieke muziek al dat is gedaan. Hè. En wat gaat er nu gebeuren als de mensen bij hun klacht blijven? Hoe gaat dat? Nee, dat denk ik niet, want we hebben dus al een min of meer akkoord over die... Over dat frame, dat stalen frame dat er komt. Daarachter en komt dat hebben we zo hoog gemaakt dat de mensen dus het eigenlijk niet meer zullen zien vanuit hun hof. He, daar ging het zich om dat ze de bovenste lust daar zouden zien. En dat kunnen ze dan niet meer zien. He. Ze hebben ook gevraagd van nog niks te doen aan het geluid, omdat ze nog helemaal niet weten of het geluid gaat maken. Dat zien ze. Want hij heeft niet. Nog niet gebold. Dus normaalwijs hebben wij de verzekering gekregen van de constructeur dat het helemaal geen lawaai maakt. Dus de kinderen die erin zitten, natuurlijk wel. Ja, maar normaal kressen telt niet bij de dingen. Men mag wel kressen, het schijnt. Dat heb ik gehoord dus van onze veiligheidsadviseur. Hè. Ja, dat kressen van kinderen mag. Voilà. Heb je deze al gesproken van die 15.000 man van Belgacom? Nog niet gebeld. Nee. Bobbejaanschoepen is al meer dan 40 jaar het uithangbord van het pretpark. Zijn vrouw José heeft de zakelijke leiding in handen. Zij houdt de teugel strak voor de 400 personeelsleden. Leer je met de tijd, hoor. Want ik was vroeger mannequin. Dus ik heb het conservatorium, dus met klassieke muziek gedaan. Maar je wordt er hard in. In het begin was ik dat ook niet, hoor. Maar als ze met een keer stond ik op de bühne met Bobbejaan. En toen kwamen ze me nadien vertellen dat ze zagen dat de biefstukken zo werden gestolen, meegenomen in de zakken van het personeel. Men kon dat zien, van boven was een balkon en men kon zo de keuken in kijken en dat personeel zo de biefstukken in de zakken in steken waren op dat moment. Dus heel lang geleden, hè, 40 jaar geleden. En toen die tijd heb ik nog gezegd, ik ga niet meer optreden. Blijvende zaak. Met zijn miljoen bezoekers per jaar is het pretpark Bobbejaanland alleen al aan toegangstickets. Goed voor een omzet van 20 miljoen euro. Hoeveel het park vandaag waard is, willen de schoepers liever niet zeggen. Maar een verkoop sluiten ze nog altijd niet uit. Alles is te koop eigenlijk. En je blijft ook niet leven. Hè? Alles is eigenlijk te koop. Hè? En dan zeggen ze binnen 20 jaar, maar wie heeft dat weer gekocht? Ja. Ik heb nog gekend. Hè. Dat was een zanger. Hè. En hoe heet hij dan weer? Chef, wie heet hij dan weer? Ja, Bob Jans. Ja, dat die, ja. Het is altijd moeilijk om zoiets te verkopen, natuurlijk, omdat daar zoveel geïnvesteerd in is en zoveel emotie in zit en zoveel geschiedenis. En omdat hij zich daarmee identificeert, zij vallen samen, ze hebben Bobbejaanland niet, zij zijn Bobbejaanland, zij vallen daarmee samen. En dan is het moeilijk om afstand te doen van datgene waardoor zij vitaal gehouden worden. Ondanks de gezondheidsproblemen van Bobbejaan geven de schoepers het niet op. We zijn altijd dicht bij elkaar geweest. Nog geluk. Ja, we elkaar altijd goed verstaan. Ja. Altijd. En ik denk dat dat misschien het meeste geluk is. Dat het huis zo goed is, want anders had het al lang niet meer bestaan. Dat denk ik, dat was het wel al weg geweest. Als dat niet is, dan kun je inpakken. Ja, dan kun je inpakken, denk ik. Bobbejaan en José Schoepen, nog altijd de boegbeelden van hun levenswerk. Dat was het voor vanavond. Ingrid de Putter brengt u zo dadelijk het...